Dames en heren, we staan op een van de mooiste plekjes, vind ik in ieder geval, van Zwolle. We kijken zo de melkmarkt in. Achter me is de peperbus, het magisch bolwerk en het prachtige waterplein. Je ziet alles wat deze stad zo bijzonder maakt. De kwaliteit van de historische binnenstad, de ligging in een delta aan rivieren. En ondertussen groeit die stad en dat zie je om ons heen, want daar staan de nieuwe gebouwen van de Kampenpoort. En daar staat de studentenhuisvesting. De stad is in beweging. En daar schrijven wij over in de omgevingsvisie. Een heel belangrijk stuk waar we het met elkaar over moeten gaan hebben vanavond. Er staan een paar dingen in. Dat we de komende 10 jaar zo'n 10.000 woningen willen laten bouwen in deze stad. En daar moeten we ruimte voor vinden. Dat gaan we voor een groot gedeelte vinden in de bestaande stad. Maar dat betekent dat we het verkeer op een andere manier moeten gaan laten rijden. Zodat er meer ruimte komt om woningen te bouwen. En we zullen gaan zien dat er gebieden zijn die nu bijvoorbeeld gebruikt worden voor kantoren, zoals in de spoorzone of op Oosterenk, dat die een andere betekenis gaan krijgen, dat mensen daar gaan wonen. En tegelijkertijd moeten we het ook gaan hebben over al die kwaliteiten nog buiten de bestaande stad is. Het landschap, de natuur. En ook dat daar op termijn misschien ook nog wel iets van woningen moet gaan komen. En hoe doen we dat dan? Hoe doen we dat nou op een manier die echt bij Zwolle past? Zodat datgene wat we hier zien, eigenlijk op een hele mooie manier wordt doorvertaald aan de buitenkant van onze stad. Nou, daar moeten we het vanavond met elkaar over hebben. Daar hebben we iedereen nodig. Dus wees zo origineel mogelijk. Wees zo eerlijk mogelijk. Wees zo duidelijk mogelijk. Maar denk vooral met ons mee. Want met elkaar maken we deze stad zoveel mooier.